Op de Veluwe, een van oudsher al geliefd en populair vakantiegebied, hebben we veel vakantieparken, zo ongeveer 500. En met de meeste gaat het gelukkig goed. Maar er is ook een aantal vakantieparken waarvan je ziet dat de vitaliteit onder druk staat en die eigenlijk dreigen af te glijden. En die excellente verblijfsrecreatie is natuurlijk bijzonder belangrijk voor zo'n gebied als de Veluwe. En dat was de reden waarom de Veluwse gemeente samen met de provincie Gelderland die aanpak begonnen zijn. Een van de belangrijkste dingen die we geleerd hebben, vatten we samen met één park, één plan. En dat komt eigenlijk erop neer dat je niet een mix moet hebben van allerlei soorten gebruik, maar dat het alleen vitaal is als het echt een park geheel als recreatief product beschikbaar is. Dan krijg je de dynamiek die je ook hebben wil. Project Natuur op je park, dat houdt in om het park gewoon nog zo natuurlijk mogelijk aan te sluiten bij de omgeving, de natuurlijke omgeving die je hebt. En dat betekent dus dan toch ook zoveel mogelijk inheemse beplanting. En ook schuilmogelijkheden voor insecten, zoals insectenhotels en dergelijke. Je maaibeheer eventueel aanpassen. Mensen willen graag kamperen op een mooi grasveld. Maar aan de randen van die grasveld heb je mogelijkheden om het gras wat hoger te laten groeien. Waardoor dus ook weer schuilmogelijkheden creëert. En dat is gewoon voor biodiversiteit is het hartstikke goed. Soms komt het wat rommeliger over, maar dat moet je dan ook gewoon heel goed communiceren naar je gasten. We zijn nu ongeveer zover dat 50 à 60 parken volledig bekeken zijn. Dus ook de afweging gemaakt. Blijft het een vakantiepark of is een andere functie meer voor de hand liggend? Ons expertteam adviseert ondernemers om hun vitaliteit te versterken. Er zijn ook tientallen parken inmiddels aan de beurt geweest. We hebben een ontwikkelingsmaatschappij opgericht die ook als een private partij opereren kan in die markt. We hebben een team in het leven geroepen, team Ariadne zoals we het noemen, dat ook controles uit kan voeren om te zorgen dat op die parken ook die mensen verblijven waarvan je wilt en die er mogen zijn. Dus vele facetten die allemaal volgen uit de aanpak Vitale Vakantieparken Veluwe. We willen ook als Veluwe gewoon ook een duurzame vakantiebestemming zijn. En dan ben je dus inderdaad, die energietransitie is gewoon heel belangrijk. Maar daar zitten we ook als vakantiepark heel erg haken en ogen aan. Doordat je gewoon over het algemeen echt in een natuurlijke ligging, ver van alle andere voorzieningen in het bos. Dus zonnepanelen en dergelijke kun je niet overal gebruiken. Windenergie ook niet. En hoe dan dat op te lossen? En daar zijn we ook in samenwerking met Vitale Vakantieparken zijn we daar ook echt mee bezig. Ja, Vitale Vakantieparken Veluwe draait dus al een kleine 10 jaar. Maar met name met Drenthe en Overijssel werken we nu samen. Omdat we merken dat heel veel vraagstukken op elkaar lijken. En het wiel hoef je dan maar één keer uit te vinden.